Dit jaar is het toch wel een recordeditie. We zitten momenteel aan 740 geregistreerde zaken die binnengebracht zijn. Voornamelijk gaat het over portefeuilles, sleutels, bankkaarten en identiteitskaarten. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen op het politiecommissariaat Gent Centrum in de Belfortstraat. Honderden kostbare spullen worden hier in de dagen na de Gentse feesten verzameld en geregistreerd. En dat lijstje lijkt elk jaar langer te worden. De Gentse flikken hebben nu al 740 spullen verzameld. En het verlies van bankkaarten was dit jaar duidelijk een trend. Wij denken dat het komt door het cashless systeem, dat meer mensen gewoon de bankkaart in de zak steken en dan door nonchalance of door al te veel gefeest te hebben het niet goed wegbergen en ja, belandt dan op straat. En wie zijn mobiele telefoon kwijt is sinds de Gentse feesten, die springt beter ook eens binnen op het commissariaat Gent Centrum. Veel kans dat hij in een van deze dozen steekt. Tegenwoordig zien we ook meer mensen die met de gsm kan je foto's nemen, filmpjes maken, dan voor op hun sociale media. En dan misschien hetzelfde als met de bankkaarten, niet goed wegsteken, uit de handtas vallen of uit de broekzak. En pas later merken dat je het toestel kwijt bent. Alle 740 verloren voorwerpen tijdens de Gentse feesten worden netjes verzameld en verwerkt. Klaar voor ophaling door de rechtmatige eigenaar. Ieder voorwerp dat bij ons binnenkomt, wordt gelabeld en in een aparte plastieke zak gestoken. En krijgt een volgnummer. En als de persoon dan aangifte komt doen, kunnen we gemakkelijk kijken van het is een bankkaart, dan is het dit nummer. Zo is het voor ons gemakkelijk op te zoeken. De verloren en gevonden voorwerpen tijdens de Gentse feesten blijven nog tot donderdag 16:30 s'avonds in het commissariaat Gent Centrum liggen. Daarna verhuizen ze naar het politiecommissariaat in Eckergem. De eigenaars kunnen hun spullen daar vanaf maandag komen ophalen.